om een nieuw hoofdstuk te starten. Hoofdstuk 7 over analyse en dat zijn die fameuze asymptoten. Dan zitten we in ons handboek differentiaal rekenen A al op 87. Asymptoten, wij hebben dat al tegengekomen als we goniometrische functies besproken hebben. De tangens en de cotangensfunctie die hadden asymptoten. Verticale alleen maar. En wij hebben toen gezegd, ja, dat zijn raaklijnen op oneindig. Hè? Dat wil zeggen die de functie ergens op een punt oneindig ver gaan raken. Dat is ook nog altijd zo, maar nu moeten we dat wel uitbreiden. Hè? En we, met behulp van limieten kunnen we dan effectief asymptoten gaan bepalen voor gelijk welke reële functie. Dus als inleiding geef ik hier een functievoorschrift van een homografische functie. Die kennen wij al, hè? Dat hebben wij al samen nog besproken in betere tijden. Dat is grafisch een hyperbool. En wij hebben ook al een trucje gezien om de verticale en de horizontale daar te bepalen. Hè? Dus horizontale hebben we dus ook al gezien in het verleden. Hè? Wij hebben toen gezegd, en je zal dat binnenkort nog beter gaan begrijpen, dat een verticale altijd door de pool gaat, nulpunt van de noemer, hè, dan mocht dat geen nulpunt zijn van de teller. Dus x is 2 zie ik op zich, dus mijn pool hier, dus is mijn functievoorschrift van mijn verticale asymptoot. En dan voor mijn horizontale hadden we het trucje van, ja, we nemen hier enkel de x's samen, omdat we het gedrag op oneindig gaan bekijken bij een horizontale, dan spelen die andere getallen die er nog eventueel bij komen geen rol. En dan zien we, dan kan ik de x's schrappen, y is 3. En inderdaad, hier staat een heel klein schetsje. Dat zal helemaal niet precies zijn, die nulpunten. Ik zie precies dat we dat hier wel nog aangeduid hebben. Ik ga even kijken. Ja, het nulpunt is inderdaad min 1 derde. Voor de rest, en het snijpunt met de i-as zal min 1 tweede geweest zijn. Als ik 0 invul, ja, dat klopt ook. Maar ja, ik had het hier ook kunnen kijken. En voor de rest, ja, heb ik niet veel punten. We hebben gewoon de asymptote getekend. En dan weten we, als die twee punten kloppen, dat die hyperbolen zo moeten lopen. Dus je kan vrij snel al een hyperbol schetsen. Hoe gaan we nu in het vervolg? Kijk, het is niet helemaal symmetrisch. Zie je? Mag ik maar deze een beetje verder moeten leggen, hè? Want dit is de symmetrie middelpunt, dus de afstand zo tussen van hier dit middelpunt tot deze kromme even groot moeten zijn van wat dit naar die kromme. Dus als je dat overschetst, mag je dat gerust een beetje verder tekenen. Asymptoten met behulp van limieten wordt interessant vanaf nu als we een verticale asymptoot gaan bepalen, want het zal niet altijd een gewone homografische functie zijn, is de regel. Je neemt de limiet van de functie, je berekent die. En meestal, zeker dit schooljaar nog, kijk je altijd in je polen, in je nulpunten van je noemer. Het is daar maar dat je een verticale asymptoot kan krijgen. Want het moet een reële waarde zijn, een verticale asymptoot. En die mag niet tot je domein behoren. Ja. Dus meestal zijn dat nulpunten van de noemer. Dus, hoe moeten we dat doen? Invullen, hè? Dat hebben jullie eigenlijk vrij goed wel begrepen, hè? Met die taak en die toets die jullie daarop gemaakt hebben. Ik vind het, let op dat jullie niet verkeerd invullen. Hè? Af en toe zie ik toch nog een keer iemand die mist met dat invullen. 7 op 0. Ah, dat is type C op 0. Die types moet je goed van buiten weten. Dan weet ik, opsplitsen, linkerlimiet, rechterlimiet. Zo. Ik kort dat ik als af gewoon door functie, dan moet ik niet heel het functievoorschrift overnemen. Linker limiet kleiner dan teken, rechter limiet groter dan teken. Ik weet dat die limiet sowieso oneindig is. En dit teken bepaal ik met behulp van het tekenverloop van de noemer. Die 7 die is positief, dus de teller is sowieso positief. Als ik kijk naar het tekenverloop van de noemer, is x min 2, dat is gewoon een eerste graadsfunctie. 1 nulpunt, multipliciteit 1. Als ik 0 invul, zit ik hier. Dat is duidelijk min dan, want dat is min 2. Dus min 0 plus. Linkerlimiet naar links, rechterlimiet naar rechts. Dus ik zie, links wordt plus gedeeld door min is min. En de rechter wordt plus gedeeld door plus is plus. Dit klopt ook met de grafiek. Herinner mij de toets die ik doorstuurde, dat sommigen een beetje last hadden met die eerste vraag. Waarbij dat je de limieten gewoon grafisch mocht aflezen. X gaat dan naar A, dat is een tabelletje, als A 2 is.
Ik kijk even naar de grafiek hier. Hè. Hier zie je dat duidelijk. Hè. Als ik kijk, de a-waarde is altijd op de x-as kijken. Hè. Bij 2, ah ja, het is zeker geen functiewaarde, hè, want dat doet hier niet mee. Maar ik zie wel dat dat links hier naar min oneindig, dat duikt hier ongelooflijk diepte in. Dus mijn linkerlimiet zal min oneindig zijn en mijn rechterlimiet zal plus oneindig zijn. Dat klopt met onze berekening. Dus zo kan je eigenlijk heel veel limieten ook grafisch gaan aflezen. Oké, tot daar eigenlijk de bepaling van een verticale volledig door berekening, hè, niet meer door grafisch af te lezen. We hebben het wel gecontroleerd. En dan voor de horizontale, het gedrag van de functie op plus en min oneindig. Ik bereken het eerst, zoals we nu dat kunnen, limieten berekenen. Ik vul in, ik heb oneindig op oneindig. Een teken heb ik hier niet gespecificeerd, bij de ene zal dat plus en bij de andere min. Plus plus of min min. Ah, wat zie ik? Dat is een regel die wij gezien hebben. Limieten bij rationale functies, dan mag je de limiet nemen van de hoogste graadstermen in teller en noemer. En dat is dat trucje dat we eigenlijk al deden, die x's. Dat klopt dus. Hè. Dat klopt, dat is eigenlijk een overblijfsel van hoogste macht voorop zetten. En dan wordt dat 3 plus 1 op x, maar we hebben dan gezegd, we laten dat gewoon weg. Dus we mogen dat direct vereenvoudigen, dus die limiet is 3. Als dit een reëel getal is, dan pas heb ik een horizontale asymptoot. Zouden we hier nog oneindig uitkomen, stel dat er hier in de teller een x tot de tweede stond, dan was dat hier nog oneindig, dan heb je geen horizontale asymptoot. Er zijn redelijk wat functies die gewoon geen asymptoten hebben, dus dat kan ook. Dus hier de waarde die ik heb, dat is de waarde van mijn horizontale asymptoot. Horizontaal is altijd in de vorm is, omdat I een constante is. Dus in dit geval I is 3. Dat klopt ook mooi met de grafiek. Ik kan dat ook schoon aflezen. Als ik kijk naar x naar min oneindig, dan zie ik, ah ja, ik zal hier dan wel die horizontale asymptoot gaan raken. Dus die limiet zal 3 zijn. En ook voor plus oneindig zie ik die grafiek loopt altijd maar door. Dus in een punt oneindig ver zal ik bij plus oneindig deze 3 wel bereiken. Zo. Dan zitten we hier al. Dan moet ik dat een beetje beter gaan definiëren. We hebben het nu aan de hand van een voorbeeld gedaan. Dus hier. De rechte x gelijk aan a, waarbij a een reëel getal is, is een VA, dat is onze afkorting voor verticale asymptoot, als en slechts als. Wel, ik moet een limiet hebben die oneindig is. Anders spreek ik niet van een verticale asymptoot. Dan mag de linker zijn die plus of min oneindig zijn, dan mag de rechter die plus of min oneindig zijn, of dan mogen beide zijn. Eén van de twee is in principe al voldoende. Hier staat er ja, dat dat bijna alleen uitsluitend is bij gebroken rationale functies. En vind je veel verticale tangens en cotangens ook. Hè. En waarbij dat a dan het nulpunt is van de noemer. Dat geen nulpunt is van de teller. Dat is meestal zo. Waarom staat hier meestal? Volgend jaar gaan we exponentiële en logaritmische functies zien. En dan ga ik zeggen, ja, je moet kijken in je polen, maar ook in je grenspunten van je domein. Maar nu, dit schooljaar, mogen jullie gerust omtouwen, verticale asymptoot, kijk in je pool. Is er geen pool, dan is er geen verticale asymptoot. En hoe kunnen die grafieken eruit zien die een asymptoot hebben? Dat moet je in je boek pagina 87 een keer bekijken. Ik kan die grafiekjes wel overtekenen. Je mag dat gerust doen als je zegt, ik wil dat in mijn notas hebben. Hè. Maar dat staat er wel mooi in. Dat kan zijn dat dat limiet is zoals daarnet die linker-rechts een verschil heeft. Min oneindig, plus oneindig of plus oneindig, min oneindig. Kan zijn dat die zowel links en rechts beide naar plus oneindig gaan of beide naar min oneindig. Dus je moet er maar een keer gaan kijken. Dat zijn wel interessante dingen om een keer te kijken. Dan een voorbeeldje. Hier is een functie. Het is nu geen gewone homografische functie meer. Want ik zie hier een tweede graad in de noemer. En ik vraag aan jullie, bepaal de verticale asymptoot. Als die er zou zijn. Als ik dat vraag, moet je altijd beginnen met polen zoeken. Want polen doen niet mee aan je domein. Dus dat zijn eigenlijk de grenspunten van je domein.
Dus ik kijk, x kwadraat is 1, dus ik ben zeker x plus en min 1. Dus een onvolledige vierkantsvergelijking. Je kan dat ook met een discriminante, maar dat is ongelooflijk een omweg. Dan ga ik de limieten gaan bepalen. Hoe doe ik dat? Dus ik kijk in elke pool. Dus ik kijk een keer in 1 en ik kijk een keer in min 1. Als ik 1 invul, dan heb ik 2 op 0. Dan ben ik al vrij zeker dat ik effectief inderdaad een verticale asymptoot zal hebben, want ik weet de regel, c op 0 is altijd opsplitsen, linkerlimiet, rechterlimiet. Zo, dus ik kijk, links kleiner dan rechts groter dan, sowieso oneindig, 2 is positief. Ik moet een tekenverloop maken van de noemer, waarbij ik deze 2 nulpunten min 1, 1 erin zet. Die hebben multipliciteit 1. Hè, en samen zijn dan 2, dus dat is gelijk aan de graad. 0 zit hier. Als ik 0 invul in de noemer, kom ik min 1 uit. Dus hier moet de min. En dan moet ik 2 keer tekenwisselen. Dus het is plus, min, plus. Dus als ik in 1 kijk, hier, dan is de linker min en rechter plus. Dus we zien, linkerlimiet min oneindig, rechterlimiet plus oneindig is belangrijk als je de grafiek wil schetsen. Maar wat is nu belangrijk? Ah, het is geen reële waarde, dus ik ben zeker, er is een verticale asymptoot, x is 1. Hoe weet ik dit functievoorschrift? Hier, dit is altijd hier waarin ik de limiet berekend heb in de pool, x is 1. Dan, bij min 1 moet ik ook even checken. Het zou kunnen dat een van de polen een verticale geeft en de andere niet. Want als ik min 1 invul, let op, dan krijg ik 0 op 0. Die min 1 is hier ook nulpunt van de teller. Een keer kijken of we dat door continu uit te breiden de limiet kunnen bepalen. Want we hebben ook al limieten gezien dat we eerst 0 op 0 hebben en dan c op 0. Dus ik kan nog niet helemaal zeggen dat het geen verticale. Ik vermoed een perforatie, maar hier staat wel een vraagteken. Oké, okay, 0 op 0 bij een gewone rationale functie weet ik ontbinden. Die regeltjes moet je gewoon van buiten leren, dat is niet snap. X kwadraat min 1 is x plus 1 maal x min 1. X plus 1 kan ik schrappen, wat blijft er over als ik invul? 1 gedeeld door min 2 of min 1 tweede. Ah, wat zie ik? Dit zal geen verticale asymptoot zijn, want dit is een reëel getal. Het geeft maar een verticale asymptoot in min 1 als dit oneindig is. Dus ik heb daar duidelijk een perforatie. Eigenlijk is dat dus niet zo moeilijk. Ja, asymptoten. Asymptoten zijn eigenlijk gewoon oefeningenlimieten. Die dikwijls makkelijker zijn dan de limieten die jullie al hebben leren oplossen. Een horizontale asymptoot, dan zitten we al op pagina 89. Ik moet dat nu ook een keer definiëren. Dus de rechte, ja, daarnet gebruikten we x is a, mocht je ook aanzetten, maar meestal gebruiken ze dan een keer b. ISB is een horizontale asymptoot, onze afkorting die wij gebruiken, HA. Die b is een gewoon reëel getal, kan even goed ook 0 zijn, dat mag. Als de limiet, nu kijk ik naar het gedrag op oneindig, dus belangrijk, als ik een horizontale vraag, moeten jullie gewoon een keer de limiet berekenen in plus oneindig en in min oneindig. Soms kan dat samen, soms moet je dat opsplitsen. Wel, als die limieten reëel uitkomen, want die b moet een reëel getal zijn, dan is er een horizontale asymptoot met als voorschrift ISB. Mogelijke grafieken, kijk daar lekker naar. Pagina 89, neem gerust ook de schetsen over. Je zal al zien dat een grafiek maximaal 2 horizontale asymptoten kan hebben, nooit meer dan 2. Een voorbeeld dat ik hier gegeven heb, is een beetje een iets raarder voorbeeld, omdat dat met absolute waarden is, maar dat is ook een keer interessant om bij stil te staan. Straks in de oefeningen kijken we dan ook wel naar andere functies, rationale, irrationale. Dus wat moet ik doen? Bepaal zowel de verticale als de horizontale. Verticale is simpel, ik ga polen bepalen, er is een nulpunt van de noemer, x is 0. En dan ga ik de limiet berekenen. Wat heb ik hier? Als ik limiet x is 0 invul, dan krijg ik 0 op 0. Natuurlijk 0 op 0. Hier kan ik niet echt ontbinden, omdat ik met een absolute waarde zit. Als je hier een beetje zo vastloopt, we moeten die absolute waarde wegkrijgen. Hè. Dan moet je een keer denken, wat is een absolute waarde? Ah, dat hebben wij eigenlijk hier gezien, ergens in ons allereerste hoofdstuk, denk ik. Hè.
hoofdstuk 1 van analyse, van R plus maal kleinafvlekken in zijn veld, hebben we naar absolute waarde gekeken. En we hebben toen gezegd, als R positief is zonder 0, dan is de absolute waarde gewoon het getal zelf. En is het een negatief getal, dan moet ik voor de absolute waarde het negatief getal van teken wisselen, zodanig het positief wordt. Dus dan is het min x. Deze ga ik hier gebruiken en dan kan ik verder. Want kijk, als ik van links kom, dan is deze x negatief. Dus is de absolute waarde min x. Dan kan ik schrappen, dan is mijn limiet dus min 1. Ah, ik heb een reëel getal, dus ik ben zeker, die pool geeft mij geen verticale asymptoot. Als ik dan naar rechts kijk, dan is ja, de absolute waarde voor positieve getallen mag ik gewoon weglaten, want daar doe ik niks. Hè. Dat is het getal zelf. Kan weer schrappen, is 1. Weer een reëel getal, dus geen verticale asymptoot. Als ik u dat vraag, hè, onderzoek of er zijn een bepaal, niet gewoon zeggen, er is een, er is geen. Ik moet effectief die berekeningen gaan zien. Dan, voor de horizontale asymptoot, kijk ik dan in oneindig. Ja? Ik heb plus en min oneindig opgesplitst, omdat we hier natuurlijk met die absolute waarde zitten. Ik zie het oneindig op oneindig, maar met plus oneindig mag ik absolute waarde weer weglaten. Ik kan die x'en schrappen en er blijft 1 over. 1 is wel een reëel getal, dus er is wel sprake van horizontale asymptoot. Een eerste, daarom heb ik er een eentje bij gezet. Wat is het functievoorschrift? Hij is, anders spreek ik niet van horizontale, en dan de uitkomst van mijn limiet moet hier komen. Hij is 1. En dan, als het een negatief getal is, min oneindig bijvoorbeeld, ja, bij invullen krijg ik een onbepaaldheid, mag ik niet zomaar schrappen, dus ik moet die absolute waarde wegwerken. Bij een negatief getal moet ik het getal omdraaien van teken om een positief getal te krijgen, dus dat wordt min x. En min x door x is min 1. Dit is een reëel getal, dus ik heb een tweede horizontale asymptoot. Y is min 1. Hoe ziet dat er grafisch uit? Als je dat zou schetsen in de absolute waarde door zichzelf, misschien hebben we dat al gedaan, ik weet het niet zo goed. Dat is eigenlijk, ja, voor alle positieve is dat gewoon 1. En voor alle negatieve is dat min 1. En bij 0 is dat hier 2 keer rood. En we hebben denk ik die functie al een keer gezien. We hebben toen gezegd, die is een discontinue functie. Die is ook niet links continu, ook niet rechts continu. Heeft die asymptoten geen verticale, want ik zou overal snijden. Die horizontale die zijn hier nu niet bijgetekend. Je zou die gerust met potlood hier mogen bijzetten. Een beetje raar, want die valt samen eigenlijk met mijn grafiek, maar dat maakt niet uit. Ook op oneindig zal ze dus de grafiek gaan raken of snijden. Een beetje een bijzonder geval, ga je niet veel tegenkomen, maar het klopt. Hij is min 1, hij is 1 en hij is 1. Dus zet je er maar een potlood bij, dat je wel de grafiek nog duidelijk ziet. Zo, opmerkingen. Een functie of een functie kan maximaal 2 horizontalen hebben, dat heb ik daarnet al gezegd. Kan wel oneindig veel verticale asymptoten hebben. Denk maar aan die goniometrische functies. En bij rationale functies, als de graad van de teller kleiner is of gelijk aan deze van de noemer, dan heb ik altijd een horizontale. Dat is ook logisch, hè? Want bij een horizontale asymptoot moet je kijken de limiet naar oneindig. En dan mag je de hoogste graad stemmen. Dus als die van de noemer groter is dan die van de teller, dan deel je door oneindig en dan krijg je altijd een reëel getal of 0. Oké. Ik ga een nieuwe opname doen voor schuine asymptoot, omdat anders iets te lang gaat worden. Dus ik kom direct terug.